Ook in Ede zien we de gevolgen van klimaatverandering. Daar kunnen we niet omheen. Zo ervaren we vaker periodes van hitte en droogte. Maar tegelijkertijd zorgen extreme regenbuien soms voor veel water op straat en in je tuin. Tijdens een hevige regenbui kan de riolering overbelast raken. Daardoor blijft water op straat staan. De riolering werkt op dat moment hard om al het water van de straat af te voeren. Om te kijken op welke plekken we wateroverlast kunnen verminderen, willen we weten waar het water op straat blijft staan. En daar kun jij bij helpen. Staat de straat blank tijdens een hevige regenbui? Maak een foto van de situatie en geef deze samen met de melding aan ons door via ede-natuurlijk.nl/wateroverlast. Dat er tijdelijk even water op straat blijft staan na een extreme regenbui is niet vreemd. Het zakt even later ook weer weg. Soms kunnen we water op straat eenvoudig oplossen door het regenwater niet naar het riool te leiden, maar naar groene plekken. Dit vermindert niet alleen wateroverlast op straat, maar we geven regenwater op deze manier ook weer terug aan de natuur. Zelf kun je ook eenvoudig regenwater van de riolering afkoppelen door bijvoorbeeld je regenpijp door te zagen. Of vervang zoveel mogelijk tegels in je tuin door groen. Zo zorgen we er samen voor dat onze omgeving leefbaar blijft. Kijk voor meer informatie en tips op www.ede-natuurlijk.nl/wateroverlast.